is woensdag. U kijkt naar uw stad, u in de wijk Kanaaleiland. Wat hebben we vandaag voor u in de uitzending? Nou, we hebben een hele mooie uitzending, want we hebben een lintje. Dat vertel ik u straks. Eerst gaan we kijken naar de Johan Brouwerlaan, want mijn collega gaat u vertellen wat de geschiedenis daarvan is. Daarnaast willen wij weten, want het is bijna 5 mei, wat vrijheid betekent voor de mensen in Kanaaleiland. En nu komt het, het lintje. Amina Berkane Bekau. Zij heeft een lintje gekregen en wat is dat ongelooflijk verdiend. Namens de hele redactie van U in de Wijk, van harte gefeliciteerd. En u, heel veel kijkplezier. We staan voor de deur bij Amina en Mustafa Berkane. Amina heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. Het was voor haar een grote verrassing. En we gaan haar nu eens even nader aan de tand voelen. Ik zit nu tegenover een lid in de orde van Oranje Nassau. Was het voor jou een grote verrassing? Dat was het zeker. Met welke smoes hebben ze je er naartoe gehaald? Met de smoes dat mijn zoon een prijs heeft gewonnen en niet eens verteld welke. Is je ook verteld waarom je de prijs precies hebt gekregen? De betrokkenheid in de wijk, buiten de wijk, mijn inzet voor oudere migranten. Mijn inzet voor jongeren, voor mb-jongers. Maar ik denk wat zeker de emmer heeft doen overlopen is de inzet tijdens en na de coronaperiode. De WhatsApp-groep Samen Kanaaleiland en alles wat daarbij komt kijken. Kun je eens vertellen over wanneer ben je hier komen wonen en wanneer ben je ook zeg maar actief geworden in de wijk en waarom? Ik ben 2006 komen wonen in Kanaaleiland. Ik doe al sinds 2003 vrijwilligerswerk in Kanaaleiland. En betrokkenheid is begonnen in 1997, om even nog verder terug te gaan in de tijd. Met name was ik heel erg actief op het gebied van zorg en ouderen. Tot de periode van 2015, toen de eerste vluchtelingengolf kwam. Toen heb ik als het ware fulltime gewerkt als vrijwilliger. Vervolgens ben ik 2016 naar het buurthuis Kanaaleiland Zuid gegaan. En activiteit georganiseerd voor vrouwen. Ik was toen begonnen met sollicitatietrainingen. Toen Arabisch taallessen. En toen heel snel weer Nederlands taallessen. En intussen zitten wij aan 9 groepen. Maar wat het geheel compleet heeft gemaakt, naar mijn idee, is de Samen Kanaaleiland WhatsApp groep, waarin wij 15 maart 2020 alle partners uit de wijk, vrijwilligers, wijkbewoners, in één WhatsApp groep hebben gebundeld, uitgenodigd. We hebben onze krachten gebundeld en vraag en aanbod gemitst. Ja, want we hebben elkaar toen ook al gesproken, ongeveer 2 dagen nadat je Samen Kanaaleiland in het leven had geroepen. En toen waren er al enkele tientallen deelnemers na 2 dagen. Klopt, op zondag 15 maart had ik 17 mensen uitgenodigd en ik was nummer 18. Samen Kanaaleiland was 15 maart geboren en maandag 16 maart waren het 80 mensen. En nu zitten wij op bijna 300 leden. Plus totaal 22 WhatsApp-groepen. Nou, en het is niet zo dat je nu dit prachtige onderscheiding hebt gekregen, want het heeft tenslotte de koning behaagd om jou te onderscheiden. Je gaat nu niet op je lauweren rusten. Je blijft gewoon met extra energie doorgaan. Nou, integendeel, het betekent nog meer inzet op het gebied van afval, van mbo-stagiaires, van ouderen, van migranten, participatie, onderwijs, meer. Op 4 en 5 mei staan we stil bij alle slachtoffers die zijn gevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog en vieren we 5 mei dat we bevrijd zijn. Ik ging vandaag de straat op en vroeg, wat betekent vrijheid voor jou? Dat je alles kan doen wat je zelf wilt en niemand dat voor je bepaalt. Respectvol behandeld worden.
Nou, vrijheid betekent voor mij heel veel, want ja, ik heb natuurlijk ook vinden mensen die de vrijheid nodig hebben en zo. En de oorlog en zo, net snel in de Oekraïne en zo. Dat vind ik allemaal heel triest en allemaal heel erg. Dat doet me allemaal heel veel pijn. Dus ik vind vrijheid echt heel belangrijk. Ziet u om je heen wel eens dat dat niet gebeurt? Mensen de waarde laten? Overal. Ja. Ook in mijn werk, hier in de buurt. Maakt niet uit waar, over de hele wereld. Ja. En wat doet dat met jou? Moet je niet te veel over nadenken, denk ik. Je moet gewoon jezelf zijn en de mensen lief hebben om je heen. Respect terugkrijgen, respect geven. Meer kan er niet zoveel aan doen, denk ik. Ja, vrijheid voor mij betekent gaan en staan waar ik wil. En mensen staan er niet bij stil. Dat je anno 2023, dat er nog mensen zijn die niet kunnen doen en laten wat ze willen. Dus je kijkt naar landen om ons heen. Kunt u daar voorbeelden van geven? Ja, India bijvoorbeeld. Daar heb ik filmen gezien waar kinderen moeten gaan werken. En dat kinderen niet kunnen doen en laten wat ze willen. Ga je wat doen met Bevrijdingsdag? Ik ga werken. In de keuken. Lekker rammen, kokerellen en fulltime. Dus helaas. We gaan genieten. We gaan, weet je, ik ben er geen slachtoffer van, maar er zijn in het verleden slachtoffers geweest die voor ons zijn gestorven. Die ook niet kunnen doen en laten wat ze willen. Dus ik ga daar van die dag een leuke dag maken met mijn gezin. Stil? Zeker weten. Het restaurant ook. Alle gasten ook. Elk jaar. Idem dito. Tuurlijk. Zeker. Altijd. Ik ben altijd 2 minuten stil. Ook als ik onderweg ben, zet ik mijn scootmobiel stil en dan ben ik 2 minuten echt stil. En waar denkt u dan aan? Ja, aan mijn opa die vroeger in de oorlog gezeten heeft en mijn moeder die de oorlog mee heeft gemaakt en zo. Dus aan die mensen denk ik dan voornamelijk. En aan de mensen die gesneuveld zijn natuurlijk. Mijn ooms die gesneuveld zijn in de oorlog. Dus ja, daar denk ik dan altijd aan. Heeft u daar veel over gehoord dan ook thuis? Want dat heeft u van best wel dichtbij dan nog wel meegekregen allemaal. Ja, wij hoorden vroeger thuis best wel hoe heftig dat de oorlog eigenlijk was en zo. De Tweede Wereldoorlog en zo. En dat mijn moeder had moeten vluchten en zo. En dat was best heel triest. Ja, dus belangrijk dat dat niet vergeten wordt. Zeker niet. Dat mag nooit vergeten worden, zoiets. Mag nooit meer vergeten worden. Je in een samenleving leeft waar mensen aandacht hebben voor elkaar, waar er ook voor ruimte voor is. En niet het eigen belang voorgaat boven het belang van een ander. Dat is vrijheid voor mij. Ook al ben je een eenling, dan verdien je ook dat respect. En dat betekent ook dat er veiligheid moet zijn om gewoon op te komen waar je voor staat. En geen één mening is fout, hè? Zolang je die mening maar niet oplegt aan een ander. Dat is voor mij vrijheid. Het is bijna 4 mei, dodenherdenking. En dat is wel een gepast moment om aandacht te besteden aan een van de verzetstrijders naar wie in Transwijk een straat is vernoemd. En vandaag is dat Johan Brouwer. Johan Brouwer werd geboren in Delfshaven, vlakbij Rotterdam. Ging studeren in Groningen, Romaanse talen. Maar zijn levenswijze bracht hem nogal in de problemen en dat leverde met name op dat hij heel weinig geld had. En hij heeft toen uit wanhoop samen met zijn broer heeft hij een bank overvallen om aan zijn geldproblemen te ontkomen. Nou kwamen ze daar in eerste instantie mee weg, maar blijkbaar wist iemand van het feit dat zij de bank hadden overvallen. En die chanteerde hen daarmee. En uiteindelijk heeft Johan Brouwer deze persoon vermoord. En heeft daarvoor ook van 1922 tot 1928 in de gevangenis gezeten. Meteen na zijn vrijlating hervatte hij zijn studie. En in 1930 studeerde hij af op de Spaanse letterkunde.
Hij is een jaar later promoveerde hij ook nog een keer. Dus vrij snel. En hij is toen naar, samen met zijn vrouw zijn ze vanuit Groningen naar Den Haag verhuisd. En daar was hij onder andere, hij was leraar, hij was onderzoeker. Hij heeft veel studiereizen gemaakt naar Spanje en Portugal. Hij heeft veel vertaalwerk gedaan. Hij heeft, en dat is misschien wel grappig om te vermelden, hij heeft ook een boek geschreven onder andere over Cortés en Montezuma. En Cortés heb ik een aantal weken geleden een keer een item over mogen maken. Want dat is een straat op Kanaaleiland. Maar goed, toen brak de Tweede Wereldoorlog uit. Want voor de oorlog, omdat hij veel in Spanje kwam en daar brak in 1936 een burgeroorlog uit. En hij koos duidelijk de kant van de Republikeinen, dus tegen Franco. En hij waarschuwde ook in Nederland voor het gevaar van het fascisme en het nazisme. En dus hij was daar bepaald niet naïef over. Toen de oorlog uitbrak, toen werd in Amsterdam de lector Spaanse taal en letterkunde ontslagen omdat hij Joods was. En Johan Brouwer werd toen benoemd als zijn opvolger. Maar de NSB begon meteen een hetze tegen hem vanwege zijn ideeën over de Spaanse oorlog. En ze rakelden nog eens een keer zijn dossier uit de jaren 20 op. Dus toen heeft de rector Magnificus heeft hem op non-actief gesteld. En meteen daarna heeft hij trouwens ook zelf zijn ontslag ingediend. En vanaf dat moment heeft hij zich vooral gewijd aan het verzet. En zo deed hij mee op 27 maart 1943 aan de aanslag op het bevolkingsregister in Amsterdam. Want het idee was, als we nou het bevolkingsregister weten op te blazen en zoveel mogelijk dossiers kunnen vernietigen, dan weet de bezetter ook niet meer wie er nou allemaal wel of niet Joods zijn. Hij heeft meegedaan aan die aanslag. Dat was een grote groep die daar meegedaan heeft. Uiteindelijk was helaas de schade iets minder groot. Nou, Johan Brouwer werd samen met een aantal anderen al vrij snel daarna opgepakt. Een week ongeveer na de aanslag. En in juli 1943 is hij ook geëxecuteerd. En in Overveen, in de buurt van Amsterdam, 45 jaar oud. En dit is wel een... Nou ja, toch een heel goed voorbeeld hoe iemand die in zijn jeugd hele domme dingen heeft gedaan, ook hele misdadige dingen, later toch de goede kant heeft gekozen. En mogen we nou een straat noemen naar een verzetstrijder die jaren daarvoor iemand heeft vermoord? Ik denk gezien alles wat die betekent heeft voor het verzet, dat een gerechtvaardigde keuze is geweest. En vandaar de Johan Brouwerlaan. Nou, de uitzending zit er alweer op. En normaal vraag ik om tips en tricks. Dit keer zou ik zeggen van... Gaat u allemaal mailen met allemaal felicitaties voor onze collega Amina. Want wat een topvrouw is zij in de wijk. En zij verdient die extra aandacht. Daarnaast... Hoe gaan jullie vrijheid vieren? Ik ben er natuurlijk bij, 5 mei, en ik wil jullie zien. Dus als jullie deze oproep hebben gehoord, kom naar me toe, spreek me aan. En dan zien we dat terug volgende week bij u in de wijk Kanaaleiland. Hele fijne avond.